In het Westland wacht baasje Claudia met haar konijn op dierendokter Bert. Ik kom hier om het snuffelen voor zijn tanden te laten afslijpen. Aan zijn kiezen heeft hij haakjes, waardoor hij niet meer kan eten. Een konijn, als die haakjes krijgt, heeft hij pijn. En als hij pijn heeft, gaat hij niet meer eten. Zo, snuffel. Kom verder. Ik denk dat het nu in anderhalf jaar tijd de vierde keer is. Het gaat een paar maanden goed en dan begint hij weer minder te eten. En daardoor moet hij weer hier naartoe. Nou, goedemorgen. Snuffel komt niet voor de eerste keer, hè? Nee, dat is voor de eerste keer. Ja, we gaan zometeen opnemen, gaan een prikje geven, dan gaan we dat gebiedje weer doen. Ja. En heeft u nog van dat soort astronauten voor het huis? Ja, dat heb ik genoeg. Oké, dus dat hoeven we niet mee te geven. Nee, nou, we zorgen in ieder geval wel voor pijnstilling, dat is essentieel. Ja. Maar dit soort dingen, want als ze pijn hebben, stoppen ze eigenlijk heel snel met eten. Ja. Ja? Het is gewoon heel erg zielig. Je merkt gewoon dat hij minder gaat eten. Je gaat van alles proberen om hem nog te geven. Maar ja, dan weet je, als je nog langer wacht, dan gaat hij toch dood. Je moet hem gewoon laten helpen. Hé, hey, we gaan naar de gang. Oké, tot ziens. Dag. We gaan snuffelen eerst wegen, omdat het van belang is welke narcose die krijgt. Snuffel weegt 1,7 kilo. Ze zijn nogal gevoelig voor narcose, dus we willen zeker niet te veel geven. We onderdoseren meestal iets, want dan hebben we de ervaring dat het eigenlijk allemaal goed gaat. Zet er maar eens even tussen. Wil die? Ja, er zit wel spanning op, hoor. Een beetje spanning op. Onder zit echt een grote haken. Dus van links en rechts op zijn onderkaak had die haken zitten. En die haken zijn scherp. En die steken uit. En die prikken in zijn slijmvlies. En dan in dit geval met name als een tong. Probeer die haakjes hier weg te krijgen. En deels kan je mooi natuurlijk veilen. Maar soms zijn ze zo scherp en blijf je vuil er steeds op hangen. Dus dan doe je even een knipje van die. Voor die scherpe stukken, de grote stukken, doe je knipje en de rest veilen. Ah, dan gaat hij beter. Op een bepaald moment worden die haken zo groot dat ze zelfs over het omheen kunnen groeien. Ja, dan kan hij helemaal niks meer natuurlijk, maar dan ben je eigenlijk alweer een beetje verder. Maar deze was al een aardig eentje onderweg. Dus in een half jaar komt hij toch terug. Oké. Wat mij persoonlijk aanspreekt in deze ingreep is het priegelwerk. Ik werk graag op de vierkante millimeter. En dat is bij deze is dat nodig. Ik leg hem lekker in de couveuse. Couveuse aan. Oké. Snuffel krijgt na de ingreep pijnstilling, want pijn is een hele belangrijke factor bij knaagdieren. Dat moet je onderdrukken. Als je dat niet doet, dan stopt ze al heel snel met eten. En een konijn wat niet eet, dat gaat niet goed. Mooi. We willen natuurlijk ook op temperatuur houden. Dat is ook belangrijk. Nou, dan hopen dat hij weer snel beter wordt. Terwijl Snuffel nog eventjes rustig bij mag komen van zijn gebitsbehandeling, is in de dierenkliniek in Naaldwijk is Snuffel klaar om weer opgehaald te worden. Hey. Nou, het is goed gegaan. Snuffel is er weer bij, dat is altijd weer een beetje spannend natuurlijk. Ja. Kijk, dat is de kleine. En had inderdaad weer twee haken, vooral aan de onderkant. Aan de bovenkant zit het eigenlijk niet, het zit vooral aan de onderkant. En ik heb zijn snijtandjes even bijgewerkt. Oh, ja, die waren wat ongelijk, dus heb ik even bijgewerkt. Dus, nou, en vandaag meteen aan de gang pijnstilling gekregen. Ja. Hebben we nu geprikt, ik krijg het ook mee. En, goed zo, wel geven, doe maar gewoon. Want als je te laat bent, dan eet je weer niet. Zo zeg tot de volgende keer. Ja, bedankt. Want dat gaat natuurlijk wel weer een keer gebeuren. Ja, doen, hè. Eigenlijk moet hij een beugeltje. Ja. Ja. Is dat dan? Nee, dat is hij niet. Ook jammer. Ja, heel jammer. Nee, veel plezier ermee. Tot ziens. Ja, oké. Okay. Dag. Het is heel leuk om snuffelen nou weer mee naar huis te nemen. Om lekker te vertroetelen. En lekker, hopen we dat weer gauw goed met hem gaat. Fijne dag. En wel huis. Thank you.
Snuffel heeft nog een paar dagen wat moeite gehad met eten, maar hij is inmiddels weer helemaal de oude.